Nou ja, daar zit ze weer. Ja, kon het wel even. Zit je daar lekker hè, in het zonnetje? Of is het te warm? Nou, die eieren koelen in ieder geval niet zo snel af hier. Even wat gras gehaald voor het ganzenmeisje. Nu is ze er vanaf en ik snap wel waarom. Want ik zei al, die eieren liggen er al een tijdje. En dan is er dus één kapot. Het is echt zo'n gierei. Dus ik moet dat maar even heel snel schoonmaken. Want er zitten allerlei dikke vieze vliegen op. En dan moet ik er even een paar uithalen. Of misschien allemaal wel gewoon. Dus dit gaat hem niet worden. Dat dacht ik al. Maar dat het ei zo kapot en dan stinkend zou zijn. Gadver. Nou ja. Hè? Ben jij weer even genezen? Ga maar even poedelen misschien. Dat is misschien nog wel het lekkerste. Hier is gras. Ik ga even dat eier ellende uit het hok halen. Bah. Het is nu al uitgehaald en hij wordt echt heel erg boos. Maar ik ga ze denk ik gewoon echt allemaal even weggooien. Sorry. Ik kan ook niet meer zien welke de goede zijn en niet. Nou, deze is dus kapot, zo te zien. Dus ja, sorry. Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Maar dit wordt anders één groot madefestijn. Nou, dat wil je zo'n beest ook niet aandoen. Dus nou, hopsakee. Sorry jongens. Ja. Gosh. Ik heb er allemaal nieuw stro in gedaan. Dus dan kan ze even. Ze gaat wel kijken wat er nou allemaal. Waar er eieren zijn, denk ik. Ja, het is natuurlijk een beetje suf. Alles weggedaan. Maar ik weet ook niet. Ze waren er misschien 3. Wat nieuwer. Ja, nou moet ze weer een nieuw nest gaan maken. Sorry, schattie. Ja. Niks meer van over, hè? Ze gaat er wel meteen een beetje opruimen. Gosh. Ja, dat is toch niet zoals het had achtergelaten. Zal ik dan misschien toch maar even kijken of ik nog wat kan schouwen en een ei er neerleggen wat nog wel te bebroeden is. Kijk, ja, het is. Nou, ik zal misschien toch eens even bij die eieren kijken. Ik heb 4 eieren gered uit die container. Die anderen waren echt te vies. En als ik dan ga schouwen aan deze, nou, er gebeurt helemaal niks. Deze. Ah. Nou, deze weet ik niet. Deze. Niks eigenlijk, zelfs geen broedkamer, dus dat zal ook zo'n oude misschien kunnen zijn. Deze. Oh, kijk. Oh. Nou, deze ga ik dan wel terugleggen. Want je zou kunnen bedenken dat die zelfs. Maar dat kan eigenlijk niet dat die bijna uit moet komen, zo bedoel. Ze heeft er nooit langer dan een dag helemaal vol continu op gezeten. Nou, deze ga ik wel even terugleggen. Jeetje. Hoe zou dat kunnen, joh? Deze leg ik sowieso wel even terug. Deze. Nou, dat weet ik niet. Ze zijn ook vies, hè? Maar ja, dat heb ik me al vaker over verbaasd. Hier, deze. Ja, deze leg ik nog wel terug. Want eieren kunnen heel vies zijn. En dan mag je dan zogenaamd niet in de broedmachine en bla bla bla. Maar dan komen ze doodleuk uit. Dus ik ga er 2 terugleggen. Maak er even weer een beetje een nest van. Dan leg ik deze 2 terug. En dan deze gooi ik weg. Ik kijk nog even of ik er nog 1 of 2 andere vind. Gore zooi, maar goed. Ik vind het wel een beetje zielig. Ik
heb er nog één uit kunnen vissen. Die zal ik ook nog even checken. Ja, meer gaat het niet worden. Hier is ze. Ik denk dat het niet meer dat ze erop gaat zitten. Maar jij weet het nooit. Ja, hoe sterk de hormonen zijn. Dat andere eitje was niks. Dus ik heb er nog twee. Dan ga ik nu eens even ontzettend mijn handen wassen. Want smakelijk was het niet. Nou, even later zit ze er toch weer in. Maar toch weer niet. Dus ik weet niet of ze het nou wat vindt. Ik ben benieuwd, heeft ze er nou wat... Ze heeft er wel wat meer een nest van gemaakt, misschien. Ja, vind je het wat? Nou, misschien moet ze er nog even aan wennen. Poei, wat een toestand, hè? Nou, ze is toch nog wel een beetje... Ja, met dat nest bezig. Een beetje naar te kijken. Ja. Maar helemaal overtuigd is ze nog niet. Nou, even laten is wel goed te zien dat ze verstopt weer heeft. Dus ja, misschien wil ze er toch nog mee verder. Maar voorlopig zit ze nog een beetje te truttenbollen daar. Misschien heeft ze honger. Ik zal eens kijken of ze wat, nog wat graan wil. Een dagje verder. En waar zijn die eieren dan? Die heeft ze daar wel neergelegd, zeg maar. Onder een laagje, maar ze zit er eigenlijk helemaal niet meer op. Ze zit nu hier. Hè? Kijk eens. Ik klaar met... Klaar met dat gebroed? Hier, kijk eens alsjeblieft. Ja. Doen we een volgende ronde wel weer eens of zo? Of niet? Ja. Ongezellig dat broeden eigenlijk, hè? Duurt zo lang. Nou. Nog weer eventjes genieten van het leven. Kijk dit nou, daar zit die gans over het hekje. Huh? Hoe dan? Ja, hoe ga je dat doen dan? Zij zit hier, hij zit bij de konijnen. Wat doe je nu dan? Hé? Nou, ze willen natuurlijk gras eten. Maar die is nou wel weer een beetje ver, gaat dit. Ga je daar overheen dan? Ja. Aan de andere kant is het wel lager, dat hekje. Gaat hij gewoon hier eten, die lomperik? Ja, hoe heb je dat gedaan dan? Je hoort hem bijna denken. Ja, is niet zo handig, hè? Nou, dat is interessant. Je moet gewoon overheen stappen. Kijk, zo. Hop, 1, 2. Zie je? Ik zal dadelijk dat hekje dan wel even open doen. Dat kan natuurlijk open. Het staat wel een beetje lullig te kijken zo, hè? Hij staat nog lekker te toeteren. En zij staat daar te toeteren. Nou, zal ik even kijken of ik hem uit kan jagen. Want optillen, dat wordt een dingetje. Ik heb het gewoon eens opgelost. Het deurtje kan open. Moet je alleen even limbo onder dat plankje door. Ik heb daar de deur voor je opengezet. Kijk of hij dat ziet. Dat ziet hij natuurlijk weer niet. Zo slim is hij natuurlijk ook weer niet. Kom eens hier. Hè? Parijn is een dorpert. Ja. 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 Nou. Hé. Eindelijk bij die enge konijnen weg.
Nou, zou die gans dan nog op het nest gaan? Nee. Die zit lekker hier. En die gaat echt niet meer in dat hok zitten, denk ik, dit seizoen. Ik hoop niet dat ze hier weer eieren gaat leggen. Maar je ziet het ook aan haar veren. Er zijn wat veren uit. Ze is dus echt heel erg in de rui. En dat doen ze meestal na een broedperiode, gebeurt dat. Maar goed, die is dus nu voorbij. Want dit is al de hoeveelheid veren die ik in de tuin heb gevonden na afgelopen 2 dagen. Dus ze is behoorlijk in de rui. En volgende keer weer beter. Nou, het ganzenmeisje gaat er steeds mottiger uitzien. Wat gebeurt er met al jouw veren? Er liggen er hier al 3. Daar nog een paar. Het hangt allemaal een beetje op 6:30, hè? Ja. Ganzen in de rui. Ach, gosh, kijk, hop, ze vallen er gewoon uit. Ze schudt. Er zit nog 1 zo'n grote zitter daar. Die hangt ook op 6:30. Nou ja. Komt alweer terug, hoor. Ziet er wel heel lullig uit. Hè? Ik ben niet meer zo mooi, jou. Nou. Die ganzen die zijn van het nest af. Al een tijdje. Ze is ook in de rui, dus ik denk niet dat ze nog gaat broeden nu meer. En die eten af en toe de eieren die voor mij te lang liggen. Die geef ik altijd aan de beesten terug. Die zitten dat lekker op te eten. En als je dan in dit hok kijkt, dat ganzenhok, dan denk je niks aan de hand. Maar er is dus weer zo'n slimmerik. Die helemaal achterin hier een klein nestje heeft gemaakt. En waar dus nu alweer 4 eitjes in liggen. Dus die denkt, ja, dat ziet ze niet. Nou, mooi wel. Dus die haal ik ook weer weg. Die kunnen gewoon gegeten worden en zijn gewoon koud.